Hallo, ik ben Rob en ik neem jullie de komende weken mee in een wandeling door de natuur, samen met mijn vriend Sam. Er valt zoveel mooie dingen te zien, maar vaak lopen we er al voorbij. Kijk, ook daar zie je die spechtengaten in de dode bomen. Bovenin. Wordt ook veel gebruikt door andere vogels om te nestelen, de meesjes. Die maken ook veelvuldig gebruik van de gaten van de spechten. Het is altijd interessant om eens even te kijken wat er allemaal in groeit en bloeit. Een dode boom is echt heel belangrijk voor een bos en voor de omgeving. Je ziet het hier, prachtige zwammen die hierin groeien. Ze gaan vooral op dood hout zitten, deze zwammen. En ze eten de boom van binnen helemaal op. Dus even rondom de boom, eens even goed kijken wat er nog meer te zien is. Allemaal gaten van vraat. En hier bovenin de spechtengaten. Spechten maken ook veel gebruik van de dode bomen. Er zijn maar in Nederland een aantal spechten die echt in hardhout, in nieuw vers hout hun gaten maken, hun holen maken. De zwarte specht en de groene specht. En de andere spechten die we in Nederland hebben, dat zijn de bonte spechten. De kleine en de grote bonte specht. Die gebruiken meestal deze dode bomen. Het hout is zachter en ze kunnen er goed in. Je ziet ook wel, hier hebben ze waarschijnlijk wel hun nesten in gehad. Veelal zie je spechten op de bomen, ze roffelen en ze proberen dan de beestjes die onder de schors zitten te pakken te krijgen. En het is onvoorstelbaar dat die beesten geen kop aan krijgen. Want zo hard rammelen ze met hun kop zo tegen de muur aan of tegen de bomen aan. Het is echt. We gaan eens even kijken of hier nog wat, of wij ook een beetje voor specht kunnen spelen. Je ziet hier kleine beestjes zitten, hier. En deze beestjes zijn de spechten op zoek om te eten. Hier lopen ze, de pissebedden, de wormpjes, de larfjes. Je ziet ze hier zitten onder, zijn gaas, vliegjes. Een delicatesse voor de specht. We doen het weer onder, zo. En klaar is Kees. Niemand thuis, zoek naar de specht. De specht kun je heel goed herkennen in het bos. Het is een van de vogels die zich goed laat horen. Aan een heel hard tik, tik, tik en een golvende vlucht. Als je een specht ziet vliegen, even met de vleugels wappert hij. En dan gaat hij weer naar beneden. Hij golft zo door de lucht. Typerend voor een specht. Vaak hoog in de bomen zie je ze zitten. En vooral typerend dat harde geluid. Tik, tik, tik. Echt een specht. Kom Sam, gaan verder.